Goedemorgen, het is ongeveer 10:30. Wij gaan vandaag hiken. Yes, eindelijk weer een actieve dag. We moesten even bijkomen, aangezien we elkaar ook al 3 maanden niet hebben gezien. En gewoon even rustig aan. Stefan's jetlag, maar vandaag gaan we weer actief zijn. Ik moet eerst naar de dokter, want ik heb vannacht weer 3 uur lopen hoesten en mijn buikspieren zijn ondertussen. Dat is wel het voordeel. Mijn buikspieren worden automatisch getraind. Awesome. Maar als ik zo doorga, dan wordt deze hoest zo erg dat ik op een gegeven moment ga spugen. Ik heb het in het verleden ook al gehad. Dus ik ga nu maar gewoon ingrijpen en naar de dokter toe. En daarna gaan we naar de hiking trail. En deze eindigt ook nog eens op het strand. Dus we gaan gewoon meteen in zwemkleren hiken en daarna gewoon lekker het water injumpen. Ik heb er heel veel zin in. Even snel aankleden, tanden poetsen, ontbijten. Oh wow, mijn Lady Speedstick Deo is nu pas helemaal op. Dit is na 3 maanden hardcore backpacken en ik heb hem echt onder de zwaarste omstandigheden getest. Met de treinreis van 31 uur van Shanghai naar Chengdu. Echt waar, ik zweette van alle kanten, maar ik stonk niet. Deze deo is echt beste deo ooit. Echt voor de mannen ook, want ik weet dat de mannen zijn die travel vlogs kijken. Dit, echt, haal dit. Want het ruikt absoluut niet vrouwelijk of zo. Tenminste, je moet even een goed geurtje uitzoeken. En je kan het in Nederland volgens mij online bestellen. Dan kost die 6 euro. Maar echt, je doet het 3 maanden mee. 3 maanden. Gelukkig heb ik er nog twee. Coco had ze voor me gekocht in Amerika. Dus ik kan nog 2 kwartalen geurloos door het leven. Yay! Even snel tussendoor een korte What's in my hiking bag. In het voorste vakje heb ik Nivea crème, lippenbalsem, tissues voor het geval je naar de wc moet en er is geen wc-papier en desinfecterende handgel. In het grote vak heb ik een 2 liter fles water, een bobber voor de GoPro als we straks gaan zwemmen, een sjaal als strandhanddoek, mijn portemonnee, uiteraard een selfie stick, een banaan, een pet als zonbescherming en een gigafles zonnebrand. En uiteraard gaat de GoPro ook op pad, maar die heb ik nu in mijn hand. Dus die kan ik natuurlijk niet filmen. Dat was het. Ik ben naar de dokter geweest. Ik heb medicijnen gekregen. En echt, oh my god, naar het ziekenhuis gaan in het buitenland is ook echt een culturele ervaring. Het ging zo snel, zo efficiënt. Super, super, super professioneel. Dat had ik in Taiwan, dan had ik het ook. En het is echt zo goedkoop. Ik heb het nu voorgeschoten. Ik krijg het natuurlijk terug van verzekering. Maar ik ben echt tevreden en niet bang meer om in het buitenland naar het ziekenhuis te gaan. Ik heb zelfs gehoord dat, kijk, niet alle Indiase ziekenhuizen zullen fantastisch zijn. Maar ik heb wel echt online gelezen en gehoord dat het prima is. Soms krijg je zo'n doembeeld als je in het buitenland bent van, oh my god, ik moet naar een buitenlands ziekenhuis. Het is echt oké. Zeker in Hongkong sowieso, maar ook in Taiwan vond ik het fantastisch. In China zou ik zelfs naar het ziekenhuis durven. Ja, wel echt een geruststelling dat ik nu op de goede weg ben om weer helemaal beter te worden. Wow, ik kan me de laatste keer niet herinneren dat ik een broodje heb gegeten. Ik denk dat het ergens in Nederland is geweest. Ik heb ook vet trek in het broodje tonijnsalade van de Subway. Wij zitten eindelijk in de bus naar de start van de Dragon's Back Hike. Het is nu ongeveer 3 uur en dit duurt denk ik ook nog een half uur of 3 kwartier voordat we zijn. Perfect, want het is buiten 30 graden en eigenlijk wil je dan niet midden op de dag 2 uur lang gaan hiken. Dus we beginnen dan ongeveer rond 4 uur aan de hike. Oh ja, yeah, we zijn aan het begin van de hiking trail, Dragon's Back. Ik ga trouwens iets briljants doen, maar niet heus. Ik ga hiken op sandaaltjes. Mijn Nike's liggen bij mijn broertje. En we hadden geen zin, tenminste, ik had geen zin om ze op te halen, want dan zouden we nog 1 uur langer kwijt zijn. Het schijnt trouwens wel een makkelijk pad te zijn. Dus dan hoop ik gewoon dat ik er zonder blaren vanaf kom. Komt vast wel goed. Wow, dat is wel een heel gaaf uitzicht. Mooi strand ook, wat ik daar zie. En ik moet zeggen, een vrij romantisch plekje. Ik zie hier best wel veel stelletjes lopen. Het is niet een al te moeilijke hike. Ik denk zelfs een van de makkelijkste die ik tot nu toe heb gedaan. Al zo niet de makkelijkste. Echt wel heel leuk om je partner naast je zijde te hebben. En om alle mooie dingen samen met elkaar te zien. Wauw, hoe episch ziet dat eruit? Daar gewoon een picknickje houden op het bankje. En dan dit uitzicht. Wij komen volgens mij zo meteen daar uit. Maar het is een rondje. Dus volgens mij lopen we die kant op. En dan
rondje over de bergen eromheen en dan zo naar beneden. En dan gaan we daar een duik nemen op het strand. Elke keer weer, midden in een hike, dan kom ik ineens in zo'n rustfase. Dat je gewoon echt nergens meer aan denkt en alleen maar geniet van de natuur. En het is het einde van de dag, dus het is niet meer zo warm. Hiken is zo gaaf en zo rustgevend. Oh. Bij het strand. Ah, de zon schijnt er niet meer op, dus het ziet er een stuk minder mooi uit. En het is wel super rustig, heel relaxed. Ik ga denk ik niet meer zwemmen. Het is gewoon te laat en dan zit je straks helemaal nat in de metro. Maar misschien dat Stefan wel de zee inspringt. Oh, zo chill. Oh, en ik heb prima overleefd op mijn sandaaltjes. Het is een vrij makkelijke hike met fantastische uitzichten. Dus het gaat eigenlijk meer om de uitzichten dan dat het echt een daadwerkelijk moeilijke hike is. Nog even lekker eten. Stefan heeft gewoon rijst met kip. En ik heb komkommer met sesamsaus. En tofu. Oeh, een zwarte hamburger bij de McDonald's. Waarom is die zwart? Zit er zwarte sesam in? Wat een mysterie. Oeh. En dit is vet lekker. Dit zag ik op het vliegveld ook. Dan krijg je dus kruiden bij je patatjes. Vet lekker. Moet ik uitproberen. En een zwarte burger gaat ook op de to-do-lijst. Hey, het is bijna 2:30. Ik heb net echt 2,5 uur zitten editen. Stefan ligt al te slapen. Maar dan ben ik blij dat dat gedaan is. Want morgen gaan we naar Ocean Park. Ocean Park dus. Dat is echt mijn happy place on earth. Het mooiste pretpark wat ik ooit heb gezien. En daar heb ik zoveel zin in. Snel slapen dus. En morgen weer op pad. Vind je deze vlog leuk? Dan vind je hiernaast vorige aflevering en nog veel meer afleveringen. En als je nog niet geabonneerd bent, hoezo? Serieus, abonneer je. Hieronder kan je daarop klikken. En als je wel geabonneerd bent, high five. Zo, even digitale high five. Dankjewel, you rock. Ik zie je morgen weer. Welterusten.